Welkom bij NH Leeft. We zijn hier op een hele bijzondere plek. Ik loop hier naast Michel van Ginsven met een zwart koffertje. En waar zijn we, Michel? Paleis Soestdijk. Kijk eens achter je, Michel, cameraman. Kijk eens. Hier kom je niet elke dag, hè? Nee, dat had ik vroeger als kind ook niet kunnen denken. Ik heb toen ik een jaar of 18, 19 was, ooit nog een keer in een stoute bui samen met een vriendin een brief gestuurd of er een weekendje op Soestdijk mocht te komen logeren. En dat mocht niet? Nee, en ik krijg een standaard antwoordje terug van wegens het grote aantal soortgelijke verzoeken, bla 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 bla. Niet wetend dat ik jaren later hier zo heen kon lopen. Geweldig, het is heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Nou zijn we natuurlijk heel benieuwd wat je in dat zwarte koffertje hebt zitten. Iets om een expositie mee in te richten. Er is op het moment een expositie en die heet Op Paleis 200 jaar Koninkrijk. Ze wilden wat extra aandacht, wat extra publiciteit zo in de decemberperiode rond de kerst. En ik verzamel de koninklijke kerstkaarten, voorzien van originele handtekeningen. En ik heb in mijn koffertje een hele collectie kerstkaarten van Juliana en Bernard. En die zijn voor de expositie. Voor de expositie, die gaan we zo neerzetten. Nou zouden we natuurlijk het liefst hier naar boven gaan. Ja, hè? Dit is het bordes waar je vroeger altijd natuurlijk de bordes scène zag tijdens het défilé. Dat is een hele bijzondere trap. Maar ik heb geregeld dat we een andere bijzondere trap mogen nemen, die haast niemand nam. De familieingang. Nou, we lopen daar naartoe. En als het goed is, is er ook een gids. Want jij weet hier heel veel van, maar de gids weet natuurlijk nog veel meer. Ah, die man die kan zo vertellen. En mooi, als je denkt dat hij heel veel verteld heeft en dat je alles weet en je komt een keer daarna, dan heeft hij nog 1683 nieuwe verhalen en het blijft gewoon leuk. Het is zo'n leuke man. Hey, maar nog even over die kerstkaart. Want hoe kom je er nou op om kerstkaarten voor van de koninklijke familie te gaan? Nou, eigenlijk heb ik een andere verzameling. Dat is ceremoniële en historische hoofddeksels van Nederlandse leger, politie en koninklijk huis. En ik was een keer op een veiling voor militaria en daar stonden twee gesigneerde foto's in een lijstje. En er was in gulden tijdperk, geloof drie tientjes inzet of zo. En niemand reageerde. Ik dacht, ja, voor drie tientjes wil ik ze wel. Dus ik stak mijn hand op. En toen had ik ze inderdaad. En toen had ik Juliana en Bernard en Pieter en Margriet. En toen kwam ik na een keer op een internetveiling een kerstkaart tegen van Wilhelmina. Ik dacht, nou, dat is leuk voor de bij. En toen kwam ik op een tweedehands boekenmarkt een gesigneerde kerstkaart tegen van Beatrix. Nou, hier is de trap. En toen had ik Beatrix ook erbij. Ja, en dan kom je nog een keer een kaart tegen en dan zeg ik, ja, zodra je het op volgorde gaat leggen, op jaar gaat leggen, dan ben je verzamelaar. En dan heb je ineens van die gaten in je collectie en dan wordt het echt een speurtocht en dan wordt het een obsessie. En ik ben nu redelijk compleet aan het worden. Oké, okay. We mogen de trap op, hè? Ja, daar staat onze gids, Jan. Hier liepen ze dan dus, hè? De meisjes ook. Ja. Welkom via de familiestoep in Paleis Soestdijk. Echt, ja, want het bordes mogen we niet meer op, hè? Michel. Goeiedag. Ik ben Hans Schilstra. Dag. Nee, het bordes, nee. Dat is echt ceremonieel. Laten we zeggen, presidenten, blauw bloed, officieel bezoek voor de familie. En dan om dat onderscheid te maken, jaren 30, toen Juliana en Bernard gingen trouwen, ja, werd hier de familiestop gemaakt om het echt onderscheid te maken tussen huiselijk privé en dienst. Laat ik het zo maar noemen. Ja. Gaan we naar binnen? Leuk. Kijk, dat goed is. Hallo. Nou. Wat geweldig om hier te staan. Okay. Welkom. Dit was dus de gang. Dit heet de blauwe gang. Kijk maar naar de vloerbedekking. Moet je voorstellen, als Juliana en Bernard gaan trouwen eind jaren 30 vorige eeuw, dan wordt deze Baarnse vleugel, dus als je voor het paleis staat, de rechtervleugel, die wordt totaal verbouwd. En dit was modern in die tijd. U loopt hier door iets wat hypermodern is van 80 jaar geleden. En de architect heeft een beetje gekeken naar de Parijse mode van kort voor de Tweede Wereldoorlog. En zo is dat gemaakt. Maar het leuke is, het is gebleven. Er is hier eigenlijk niks veranderd. Ja, het enige wat we nu hebben is de tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk, waar u zometeen dus alle mogelijke afbeeldingen van zal zien. Maar voor de rest is dit origineel, hypermodern, 80 jaar geleden. En waar mag Michel zijn kaartencollectie? In de voormalige zitkamer, annex bibliotheek van de koninklijke familie. Lopen we daar even naartoe. En ik begrijp dat we mogen wel naar de kast filmen, ja. Maar de koninklijke familie heeft besloten dat we niet de bibliotheek mogen filmen. Klopt. Laten we zeggen, nog eerbetoon en respect voor hun privacy, dat we dat nog even niet doen. Oké. Okay. En dan mooie komt kast. In deze beglaasde boekenkasten, zoals dat zo fraai heet, komt dan hier de tentoonstelling. Met ja, de geweldig, hè? Het is, ja. En alsof het ervoor gemaakt is, want die kaarten hebben ook, als je ze rechtop zet, ongeveer
ja, die hoogte, en het had gewoon niet beter gekund. Het is echt alsof het ervoor gemaakt is. En ik ben hier dan een keer eerder geweest om naar de locatie te kijken. En dan zie je van die leuke dingen. Want als je naar die boekenkast kijkt, dan zit er zo'n lapje stof. Dat er geen stof op de boeken zou komen. Thuis heb ik dat niet. Ik zou daar ook niet aan denken. En hier vind je dat dan. Ik dacht eerst wat een dikke planken zijn. Nee, gewoon lapje stof. Geweldig. Maak het koffertje open, ja. Want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Ik heb het allemaal keurig netjes per plank al voorbereid. Dus ik heb een indeling gemaakt van hoe de kaarten neergelegd gaan worden. Kast 1 boven, kast 1 midden, kast 2 boven. Dus ik ga straks beginnen met alles per plank neer te leggen. En dan heb ik een aantal dingen bij elkaar gezocht. Bijvoorbeeld de kaart in kerstsfeer, de kaart in familiesfeer, leuke ondertekeningen. Bijvoorbeeld Beatrix die tekent als Trix en Margriet die tekende als Pietie. Kan je daar al iets van laten zien? Ja, dan moet ik even kijken. Het is volgens mij meteen helemaal in het begin. Kijken. Dan moet ik, ja, hier bijvoorbeeld. Hier zie je de prinsessen op de brug. Die brug is hier achter in het paleispark. Nou, hier Beatrix dan getekend als Beatrix, maar ik heb ze ook met Trix. Maar hier zie je dat Margriet heeft getekend met Pietie. En ze werd dan door Bernard als Pietie Pech genoemd. Ik weet niet waar dat pech vandaan kwam, maar daar zullen ze ongetwijfeld een reden voor hebben gehad. Maar altijd met een foto? Altijd met opgeplakte foto. Laat er nog eens eentje. Ja, en op de voorkant het kerstlogo van Soestdijk. Speciaal ontworpen voor de kerstpost. En die zat dan voor op de kaart en op de achterflap van de envelop. Daar ga ik er ook een paar van neerzetten straks. Nou, nog een paar laten zien. Eén foto, ja, en dan gaan wij onderwijl even verder kijken. Want ik wil natuurlijk nog wel veel meer zien van het paleis. Hier zien we dan het paleis vanaf de tuinkant, vanaf de vijver. Dit was ter gelegenheid van zo'n verjaardag huwelijk, ik weet niet meer precies in mijn hoofd. Nou, hier zie je dan een bezoek dat ze hebben gebracht aan Amsterdam. Maar er zijn ook kaarten bij met hele huiselijke tafereeltjes. Kijk of ik zo snel wat kan vinden hoor, want er zitten hele leuke bij. Maar straks als ik ze heb neergezet, dan zie je het allemaal wel. Dit is de oudste die ik heb. Die is uit 1936. En dan zie je ook dat ze ondertekend is met Juliana en Bernard. Hey Michel, ga jij beginnen met... Ik ga lekker op mijn gemak neerzetten allemaal. En dan gaan wij aan Jan vragen of we nog een stukje van het paleis mogen zien. Dat gaan we doen. Gaan we als eerste naar de eetkamer volgens mij, hè? Ja, we gaan nu naar de privé eetkamer. Waarbij privé toch ook in principe privé was. Echt veel blauw bloed of officieel bezoek kwam hier. Dit was echt privé. Als je hier rondkijkt, dit is ook nog een huwelijksgeschenk van de Nederlandse Antillen voor Juliana en Bernard. Heel mooi, de beneden- en de bovenwindse eilanden op dat borduurwerk gemaakt. En dit vloerkleed hoort er ook bij. En het is een hele zonnige dag. Het is een hele zonnige dag. Heel even, kunt u heel prachtig hè. Die schitterende Engelse landschapstuin, die van oorsprong was het een Franse tuin, laag en strak. Maar onder andere door vader en zoon Zogger, die hebben het afgemaakt. Langzamerhand in een Engelse landschapstuin. Bekend van het Vondelpark. Heel bekend, Vondelpark, ja. Dit is echt, en wanneer je hier ook bent, wat voor tijdstip van het jaar het ook is, het is schitterend. Ik heb ook begrepen dat dit was de grote hobby van koningin Juliana. Hier wandelde ze zo graag. Maar ook niet alleen koningin Juliana, ook bijvoorbeeld onze Russische koningin Anna Paulowna. Die wandelde hier ontzettend veel met haar hondjes, hè, waar in Noord-Holland dan het dorp Anna Paulowna en de polder nagenoemd zijn. Want ook die heeft een enorme invloed op dit paleis gehad. Anna Paulowna, we gaan verder. Kijk, hier ziet u ook heel mooi van onze tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk, hoe we dus allerlei foto's in de deuropeningen hebben geplakt. Om te laten zien hoe het hier was. Kijk, hier ziet u koningin Juliana ook echt in deze kamer staan. En je ziet ook heel veel, een kastje aan die kant. Ja, de symmetrie. Als u voor het paleis staat, ziet u wel het dikke middengedeelte. En de vleugels, half rond. De symmetrie is overal gehandhaafd. Dat zie je aan meubels, maar ook bijvoorbeeld aan deuren. Soms een echte deur en soms een onechte deur. Om de symmetrie gewoon te handhaven. En dan gaan we naar... De pantry. De pantry is dit. Hier zaten dus vroeger de lakeien. U heeft misschien onderweg al her en der wat belletjes gezien. Dus ja, als je dan een lakei nodig hebt, druk je op een belletje. De lakeien zitten hier, op deze klapstoeltjes, en die kijken daar naar het bellenbord. Dus als ergens op een belletje wordt gedrukt, gaat daar een lampje branden. En dan kan de lakei zien, ach, dan moet ik naar die in die kamer. En dan kan hij zeggen, majesteit, wat kan ik voor u doen? En daar beneden zie ik een hele grote kluis. Ja, dit is een hele grote inloopkluis. Nog een echte lips, echt heel dik. En ja, juwelen, sieraden. Rare plek bij de keuken misschien die hier pal onder zit, ja, maar de bewaking zat er ook pal naast. Dus het is op zich een hele mooie, veilige plek. En dat is natuurlijk belangrijk. Wil ik natuurlijk wel heel erg graag naar die beroemde plek, het bordes. Hè? Het we mogen niet op de trappen. Nee. We gaan even naar het bordes.
En dan lopen we... Nee, dit is ook zo mooi. Hè? Dan lopen we hier door de Waterloozaal. En ja, die is vooral heel bekend geworden door het enorme schilderij hier. Groter dan de Nachtwacht. Het is ruim 6 bij 4 meter. Speciaal voor deze muur is het geschilderd. En door Jan-Willem Pieneman. Kijk, meneer Pieneman was best een bekende schilder. Alleen, die man had niet zoveel verstand van paarden. Want heeft u ooit een paard in galop gezien met zijn benen zo? Dit kunt u op de kermis zien. Heet het een hobbelpaard, ja. Voor de rest een heel... Het andere van hangt in Amsterdam, in het Rijks. Dit is Quatre Bras. Kijk, zoals in het plafond staat geschreven. En het andere schilderij is nog iets groter. De slag bij Quatre Bras, 2 dagen later. En dat hangt in Amsterdam, in het Rijks. En wat gebeurde er in deze zaal? Nou, in deze zaal hier prinsesjes huiswerk maken. Maar later de grote tafel hier. De vergaderingen met prins Bernhard. Het Wereld Natuurfonds, waar hij medeoprichter van was. En nu zijn we er vlakbij, hè? Nu zijn we er vlakbij. We lopen hier nou door de Leuvenzaal. Ook heel bekend geworden door bijvoorbeeld het interview met Maartje van Wegen. Toen Juliana en Bernhard 50 jaar waren getrouwd, hè? Daar zaten ze. En met natuurlijk daar ook weer een schitterend iets. We hebben natuurlijk allemaal nog even in gedachten dat Willem-Alexander tot koning werd gekroond. Maar in 1840 gebeurde dat hetzelfde. In dezelfde kerk in Amsterdam, dit is 1840, de inhuldiging van koning Willem II op dat schilderij. En u vertelde ook met die deuren... Ja, kijk eens even, die deur daar rechts, die heeft scharnieren, maar daar links niet. Het is echt de symmetrie te handhaven. En daar ook weer, ja, deze kamer werd door de koninklijke familie echt heel veel gebruikt voor de kleinere ontvangsten, 8-9 man. Dan zie je ook weer die foto's overal. Heel veel Nederlanders zijn hier via het bordes. Want kijk wel, het bordes is hier pal naast. Hè? Dus je hebt heel weinig ruimte nodig. Je kunt heel snel via het bordes hier naar binnen komen. We gaan er heel eventjes uit voor de reclame en we zijn zo bij u terug. Want nu staan we op het bordes. Klein, hè? Ja, dit bordes is heel klein. Welkom terug bij NH Leven. We staan hier op een hele bijzondere plek in de hal voor het bordes van Paleis Soestdijk. Hier kom je niet elke dag. Nee. U komt hier wel heel vaak. Heel graag. Jan Schilstra, gids hier. We zijn hier omdat de Amsterdamse Michel van Ginsven een kaartenexpositie hier aan het opstellen is. Maar we krijgen van u een rondleiding. Wat is het klein, hè, dit? Ja, het is ontzettend klein. Het leuke is, als je hier rondleidingen geeft, je hoort het van alle oudere mensen die van vroeger van de televisie kennen. Wat is dat klein? Kijk, het was natuurlijk vertekend, blauw bloed hierop, traptreden onder de bloemen, het Nederlandse volk daarvoor, het hele grasterrein werd altijd bevolkt door de mensen. En dan kom je hier en dan sta je voor het eerst van je leven bij deze deuren. En dan pas denk je, hé, de NOS heeft toch met hun groothoeklens een iets ander beeld gegeven dan de werkelijkheid is. Maar het is natuurlijk uniek. Je ziet hier via de zichtas de naald, de obelisk, ter ere van Quatre Bras en Waterloo. Hè. Precies exact hier 1 kilometer afstand van. Laten we snel gaan lopen, want er zijn heel veel bijzondere plekken. Ja, we gaan hier door het zogenaamde Wilhelmina-appartement. U weet, 1890 overlijdt haar vader Willem III en we hebben dan een koningin van 10. Alleen, ja, je moet 18 jaar zijn. Nou, denk even aan wat net met koningin Maxima gebeurd is. Ook Emma wordt regentes. En Emma is regentes voor haar dochtertje Wilhelmina tot zij 18 jaar is. En Wilhelmina noemt deze vertrekken in haar boek Eenzaam maar niet alleen mijn kooi. Maar in dit vertrek zit iets heel bijzonders. In dit vertrek zit een traditie van een paar honderd jaar van een familie van Oranje, verstopt achter een paar plankjes. Want 200 jaar lang zijn hier prinsjes en prinsesjes voor hun groeistreepjes tegen de muur gezet. En dit is origineel. En dat is heel leuk. De voertaal was een paar honderd jaar geleden Frans, hè? Ook hier. Dus als we hier met de kinderen beginnen, aan de onderkant van Willem van Anna Paulowna en koning Willem II, dan heet Willem geen Willem, nee, die heet Guillaume. Dit loopt helemaal door, heel tragisch, eindigt met Friso, 2005. Een jaar na het overlijden van opa en oma, Juliana Bernhard, is Friso dan de laatste die hier zijn groeistreepje neerzet. Maar ook heel leuk, je ziet bijvoorbeeld dat koningin Juliana ook heel zorgvuldig is. Dus niet Juliana 12 jaar met de streepje, nee, Juliana daar. Zoveel jaar, zoveel maanden, zoveel dagen. Ja, want hier was ze heel vaak. En dan schrijft ze er nog een keer bij, altijd zonder schoenen gemeten. Dat zijn van die grappige dingen die ook weer even iets dan zeggen over de nauwkeurigheid waarmee koningin Juliana eigenlijk dit soort dingen deed. Ja, laten we snel verder lopen, want er zijn nog heel veel mooie vertrekken. Mooie grote, de eetzaal, hè? Ja, we gaan naar de Witte. We lopen dus nu via de hal. Kijk, hier heeft u nog een paar poppen van de enorme verzameling van koningin Juliana. Ze heeft er ook al ruim 600 gekregen in de loop van de tijd. Dan lopen we hier weer door de hal. En dan
komen we langs het schilderij van Anna Paulowna. Geweldige Nederlandse koningin. Kent u haar beroemde uitspraak trouwens? Nee. Zij was de dochter van de tsaar. Hè? Haar vader was tsaar, haar broer was tsaar en een andere broer tsaar. Zij heeft een keer gezegd, die Hollanders mogen blij zijn dat een groot vorstin uit het huis Romanov hun koningin wil zijn. Kijk. De kerstboom, stond die altijd hier? Ja, stond hier kerstboom. Ja, het waren meer kerstbomen in het paleis. En de stukzaal, ja, deze is heel bekend geworden met de warme chocolademelk. Prins Bernhard die hier de cultuurprijzen uitreikte. En dit is de zaal waar de prins na zijn overlijden is opgebaard, voordat hij naar het paleis in Den Haag is gebracht voor het afscheid van het Nederlandse volk. En hier ziet u ook weer heel grappig aan de inrichting dat er ook spul uit... goederen uit Rusland zijn gekomen. Anna Paulowna komt naar Nederland, die ziet voor het eerst dit paleis voor de verbouwing. Ja, dan denkt ze dat het poortgebouw is. Goed, dan worden later die vleugels aangebouwd, maar de inrichting vond ze ook niet zo geweldig. Via haar broertje, tsaar Alexander I, krijgt ze uit Rusland goederen om hier, spulletjes om hier het paleis wat meer aan te kleden volgens de normen van de Romanovs, zoals zij dat in haar brieven aan haar broertje schreef. Ook in het Frans trouwens, want ook daar was de voertaal Frans. Nou, dan lopen we hier door het voormalige voormalige theesalon van koningin Anna Paulowna. Later heeft Emma dit ook ingericht. En dan komen we via het zogenaamde bloemengangetje in het grootste vertrek van het paleis. En dat heet dan de Witte Eetzaal. En dan zult u zien dat het woord groot misschien toch niet helemaal op zijn plaats is. Want het is toch wel erg klein. En dit was ook echt het officiële gedeelte. Hè, want ja, we lopen hier in. Hier liep majesteit in haar functie van koningin de Nederlanden. De andere vleugel. Aan de kant van Soest, dat was dat personeel in het Hof Juliana Bernhard. En ze woonden dus in de andere vleugel, in het Baarnse vleugel, waar majesteit wel eens gezegd heeft, daar ben ik echtgenoot en moeder. Kijk, ja, dat vind ik een schitterende verdeling. Ja. Daar is Michel. Die is daar nu bezig, ja. Die is daar druk bezig. Zullen we teruglopen? Ja. Dan gaan we eens even kijken hoe het met Michel is, want die is druk bezig met het inrichten van een expositie met kerstkaarten. Verder zie ik de kerstboom. Zijn er nog meer kerstactiviteiten hier op het paleis? Ja, er komen ieder jaar opnieuw worden de nieuwe dingen gedaan. Ook komen koren zingen. We gaan met kinderen in de tuin. We gaan kinderrondleidingen geven. En het is echt om zoveel mogelijk, zeker in de kerstvakantie, dat ouders met kinderen hier kunnen komen. Want kijk, die expositie 200 jaar Koninkrijk is heel leuk, maar je moet het ook weer een beetje vertalen voor kinderen van 6, 7, 8 jaar. En dan gaan we dus ook speciaal met die kinderen gaan we door het paleis om ze mee op hun niveau verhalen te vertellen. En dat is het leuke juist. Geschiedenis vinden kinderen vaak heel saai, maar een verhaal kan heel leuk zijn. En dat vinden ze geweldig. Dan merk je ook, de hangers aan je lippen. Echt leuk is dat. En sowieso is het leuk om hier rond te lopen. Het is fantastisch. Je loopt hier door een paar honderd jaar Nederlandse geschiedenis. En dat is natuurlijk heel uniek. En het is geen museum, hè? Het is een woonhuis. De bewoners zijn overleden. Spulletjes staan er nog. Maar dit is eigenlijk de drempel. Ja. Ja. Hier gaan we over een enorme grens van ceremonieel naar privé. Hier was zijn moeder en echtgenoot. De blauwe gang, vloerbedekking is blauw. En dit is dus helemaal verbouwd door die architect voor de mode uit die tijd toen ze gingen trouwen. Waarbij nog een heleboel dingen gewoon hetzelfde zijn gebleven. Die lampen, bijvoorbeeld daar, die is van Lalique. Die heeft Juliana Bernhard hebben die gekregen voor hun trouwen. Van de Nederlandse Corps Diplomatieke Dienst. Deze stoelen, burgerlijk huwelijk. Deze kast, het cadeautje voor hun huwelijk van het paleispersoneel. En dat is ook heel grappig, het is gebleven. En dat maakt dit zo uniek, dit paleis. In combinatie met de tentoonstelling hier. Vader Bernhard met zijn dochtertje, Marijke. We gaan eens even bij Michel kijken, want die is hier druk bezig. Hoe gaat het, Michel? Nou, bijna alles staat erin. Het is zo, je hebt hard gewerkt. Het is een beetje schuiven nu, van een beetje dit en een beetje dat. En we gaan het allemaal laten. Maar ik denk dat alles nu wel een beetje op zijn plek staat. Nu even de finishing touch. Kijken of er nog een paar dingetjes. Hier zie ik nog een kaartje een beetje naar achter schuift. Dus het moet nog een beetje naar voren halen. Wat vind jij nou de meest bijzondere kaart die erbij zit? Dan gaan we even naar de beginjaren. Want daar tekenen ze zo leuk. Hè? Daar hebben we het er net ook al eventjes over gehad. En dan zien we hier daarboven die kaarten bijvoorbeeld. Dat Beatrix als Trix tekent. En Margriet als Pity. Want eigenlijk is het alleen in de jaren 50 dat ze met z'n allen tekenden. En voor de rest tekenden Juliana en Bernhard samen. Maar Bernhard die stuurde ook nog afzonderlijke kaarten. En dus zien we hierboven twee kaarten. Eén de gezamenlijke kaart en één van Bernhard. Met foto's uit diezelfde fotoserie. Met hetzelfde pak aan voor dezelfde struik. De gezamenlijke kaart en de kaart van Bernhard.
En daar zie ik ook de trap, hè? Die ja, daar... Oh ja, die oh, is hier naast. Kunnen we die even meenemen? Ja, zou ik die kaart even meenemen? Dat is misschien dan wel leuk lopen we even inderdaad, naar de trap toe. Ja. Dat is hier precies om de hoek. Ja, en dan zie je de prinsesjes met de honden. Want Bernard die had twee van die grote poedels. En daar was hij ook heel erg trots op. En dan, dat is hier, nou... Hoe voelt het nou voor jou om hier te staan met, is toch met geweldig, je kaarten en dan had je te vroeger nooit kunnen denken. En eigenlijk is dit ook wel heel grappig om dat nu zo te zien bij die plek. Want dat is natuurlijk ook wat je ziet op die expositie op Soestdijk, 200 jaar Koninkrijk. Dat ze foto's hebben neergezet op de plekken waar die oorspronkelijk zijn gemaakt. En eigenlijk zou je dit ook kunnen doen, maar ja, zo'n kaart zet je niet neer. Dus die zetten we lekker in de vitrine, maar het is wel even leuk om hem erbij te houden. Ja. Zijn er nog meer kaarten waar foto's op staan? Van binnen, van ja, in het paleis. Ja, ja, ja. Ik zal het luiks laten zien. Want we hebben bijvoorbeeld een kaart met een kerstboom erop. En die staat voor de boekenkast waar de kaarten nu in staan. Oh, echt waar? Oh ja. Dit is dan wel aan de andere kant van de kamer, maar wel een soortgelijke boekenkast. Het is in dezelfde kamer. En dan als je dan kijkt naar de versiering die daar in de boom hangt. Dit is de kaart van 1959. En als we één kaart opzij gaan, dan zien we de kaart van 1991, maar met precies diezelfde kerstversiering erin. Dus dan zit je 40 jaar later en ze gebruiken nog steeds diezelfde kerstversiering. En daar zie ik de fontein. Ja, de fontein die is buiten. En ik heb hier drie keer dezelfde kaart, dat is de kaart van 1985, bij elkaar gezet. Om even aan te geven dat er verschillende manieren zijn van ondertekenen. Ik wijs eventjes, we zien hier de kaart van Juliana en Bernard zoals ze die oorspronkelijk tekenden. Hier zien we een kaart dat Bernard het streepje onder zijn naam vergeten heeft te zetten. Want ja, als je een paar honderd kaarten tekent, wil dat wel eens gebeuren. En dan zien we hier een kaart van alleen Juliana, die ondertekend is met Juliana. Want Juliana tekent op verschillende manieren. Ze had haar zakelijke handtekening, zoals ik dat dan noem, met die zwierige lussen. Dan had je vroeger tekenen van als Juliana. Tussen haar gewone Juliana-naam en die zwierige handtekening zit nog een tussenvorm. Die kan ik zo even aanwijzen. Dat tekent naar mensen die wat dichterbij stonden met Juliana. Ja, en dan had ze met of zonder streepje. En dan echt naar de intimi, één plankje lager inderdaad, zien we Jula. Ja. En dat had ze ook met of zonder streepje. Dus ik heb 7 verschillende manieren van ondertekenen van Juliana. En hoe voelt het nou dat ze zo hier staan? Ja, dat is toch wel trots dat zo'n gewone Amsterdamse meneer zijn kaarten dan op Paleis Soestdijk mag laten zien. Ja, helemaal geweldig. En ik vind het ook wel, het ontroert me best wel een beetje als ik zo over nadenk. Je begint zo'n verzameling, je hebt dan de kaarten van Juliana en Bernard. En dan heb ik zoiets van, ja, ik heb zo'n verzameling, het zit in mappen thuis. Maar wat zou het nou mooi zijn als je dat dan ergens kunt laten zien? En waar kun je dat dan mooier laten zien dan de plek waar ze vandaan komen? Het is eigenlijk een beetje retour afzender, maar dan met respect. Ze zijn te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag hier op Paleis Soestdijk. Morgen gaan we met Noord-Holland Leeft kijken hoe putdeksels in Noord-Holland gemaakt worden. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot morgen.